Ja, leuk, mooi dat je er weer klaar zit. Een podcast. Voor mij 28e, wie? weer. Middag. Wat een nul. Goed. Ja, je hebt uh, een reactie gehad? Ik ga op uh, Instagram haken vragen. Ik zeg. hoe uh, moeten de volgende podcast houden gaan. Nou, toen heeft Laura Beunk, Ut hebben gereageerd. En uh, die deed er direct twee vragen mee. Eh? Dus dat mooie mooi in de zet om wat te kunnen. Ze vroeg Hoe zit het met Sassi's op het werk? Nou, dan weet ik niet precies waar je daarvan weer weet, maar dan kunnen we aan een neer nou naar over filosoferen. En uh, de tweede vraag: hoe creëren Sassi's sassies op je hip en hard? Ja, en dat is een hele goede vraag, dus. Lord gaan! De eerste vraag: nou, Sassi's op het park, hoe zit het daarmee? Ja, ik kan natuurlijk niet Fernando uh, spreken, maar ik weet dat Iris, wat heel normaal is, um, Platten op het werk te je uh, Hangt er een beetje van af, van meerdere zaken. Ik heb dit vuurbereid, ik heb zelfs alles geschreven, Dat zal ik er toen nog meer vertellen. Hier, papier erbij kan je dat horen En, nou ja, en dan haak ik van twee zaken af. hoe uh, hij werkt uh, Ja, dus, hoe hij woont? Uh, en wat bij je hebt? Nou, en bij de eerste, waar uh, uh, rij woont? Natuurlijk, ik kan uh, geen plaat op het werk doen. Als dat niet de dagelijkse omgang is van hoe hij, hij woont, dan versteer je geen mensen. En het gaat je zo om dat met elkaar communiceert. En communiceren is water bij de wino. Wie gaat er een van uit in dit gesprek dat hij uh, in een gebied woont? Logisch natuurlijk in gebeden, dat er ook meer sasjes het woord worden gegeven. Nou, dat is in praktijk is dat toch een een as. Dat is niet overal zo. Uh, wat heb ik hier nog op maar goed, eh, ja, in het uh, winter uh, schijnt dat 62% van de bevolking denkt in toes. huis En op wijk werkt het zo gauw niet in kop. Maar dat schijnt ook wel redelijk. Vullen erbij. Ja, maar goed, als je in het westen woont, natuurlijk. Nou, het betekent uh, in, in het westen van Nederland, ik weet niet hoe de situatie in Duitsland is. Volgens mij is in Duitsland nog slimmer naar Hoes gesproken. En uh, daar boeten we uh, het eigenlijk niet. Uh, maar ja, dat heeft er ook met te maken dat uh, bij ons het plat Kattebiet holland steed en dat het dus de hele oude stap is makkelijker. En daar is het echt een grote traat um, plat te gaan krijgen. Nou, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat lastig is. En uh, de meeste dialecten in Nederland liggen nog wel zoveel op elkaar. Maar uh, als je nog een Westfalen hoort en je hoort een noord nederzaaks ja, die hebt veel grotere moeite om elkaar te verstaan als een tukker en een dreint. Dus uh, dat is ook al lastig. En daarbij is er in Duitsland een wat, ja, nog meer weer een wat uh, formelere wijkcultuur. Dus uh, je moet netjes kijken, je, uh, je moet in pakken op komen en je moet deftig kijken. Dus hoog Duits. Dan is dat in Nederland ook al zo. wie moet deftig kijken. Dus wie moet of Hollands en tegenwoordig zelfs aan. Engels kan je. Al schiet rechtervoort in Nederland in het Engels op werk. Uh, hier in Riesen is er zelfs meneer Voortman van de Keuns, die even zegt: uh, hij wat weet, maar dan heeft een heel groot staalfabriek, hij wat weet, dan moet Engels kan je. Nou, volgens mij uh, schiet hij dan de planken een beetje mis, of hou hij dan de planken mis, want uh, hoe goed is uw Engels? Je kunt wel Engels kan je, maar hij uit uh, een groot knooiboxen waar van maakt... dan. Uh, dan versteed je mensen. Plus, wie zit nog altijd met je geil op Amerika, maar Amerika is op zijn beloop een China-cub op. Dus misschien doe je er wat beter aan om Chinees te leren en zeggen wie binnenkort niet heel fancy thank you, maar zeggen wie sje sje, dan geeft de tekenautobahn. Ja, wat ga ik nog meer op beschrijven? Nou goed, als je in het Westen komt, dan kan nog wat vuur komen, dat je treft. Uh, uit het oosten van het land. Die zit uit vleugel, die zit vertrekken. Maar er is wel een fenomeen wat uh, onderzoeker, econoom uh, meneer Gertjan Hospes heeft uh, onderzocht. En dat is het fenomeen hunker hunkertukker. En uh, er zit heel veel leu in het westen. Die zit uit te vertrekken. maar eigenlijk heb je met je heimwee. Die weet het leukste zoveel mogelijk terugkomen. Maar goed, uh, ze hebben haar verplichtingen, ze hebben een gezin, ze hebben haar werk. Verder zullen misschien wel heel fijn zijn um Dijngs, in ieder geval met één collega waarvan ze het weer dat ze kunt, plat te kuien En dan nog, ik heb van voor meer dan een keer eerder aan en je weet natuurlijk uit deze podcast al langer lustert, dat ook Limburgers plat prima verstaat, dus kom je op een vreemde nona Limburger tegen, naar Limburger kan je het liefste Limburgs, meestal dus Waarom zou je dat niet doen? Of als uh, je een Groningen tegenkomt, stelt het is vuur. Uh, dat hoeft allemaal niet zo'n krampachtig Hollands te zijn. Tuurlijk, met een collega aan dit. Met een collega dit Hollands kan je zou je natuurlijk Hollands moeten kunnen. Makkelijk zat. Dat is fatsoenlijk. Uh, maar wie zit vaker wel een beetje te bangen? Ja, ik zal zingen, begint gewoon. Zelfs, zelfs ik zie ooit Hollands talen opgevoed is ontnissing. Maar het is elke woord. Ik moest je toes ook netjes kunnen. Nou, Dat heeft, uh, heeft ermee te maken dat ik ooit als bibaantje binnen een hovenier terecht kom in Riesen. Uh, ik ga natuurlijk van toes wat Riesen en Eters met de kring. Dus ik versteun als perfect. Ik heb ook een heel mooi accent. Maar echt plakkuien dat deed ik niet. Terwijl ik dus bij de hovenier terecht kom en de een dag, spoor langs zo nu, stap ik bij, uh, bij de grote baas in ieder bussen. En hij dan zegt, hij dan stilte zich vuur, nou, hallo, ik heet de zo. En die de hanen. Uh, twee vrouwen, hij stoet er met, ja, dat hak. Kan je plat? Nou, en toen werd het dus direct, en God duidelijk dat ik plat moest leren. Nou, en toen zei ik, de Kakwa, maar dat, uh, dat heeft hem tsiet nodig. Dus, nou, en duurt het gewoon te doen, duurt het verder te bluien, oefen, grote lusten, dan wordt het gaat aan de kan je het. Uh, steeds die klanken te herhalen in kop. Goed op te letten wordt C. Tink de wereld aankijkt. Dus dingen net even iets anders beschrijven. Ja, heb ik me die spraken ingemaakt. Goed. daarnaast Hangt dat natuurlijk dat hè he, op het werk. Dat hangt natuurlijk ook af van wat voor bureau je beroep bij hebt. Kijk, uh, meer de praktische beroepen. boer, boeren, om bouw, uh, uh, in de zorg. Werk je nu in de zorg, dan is er uh, heel veel onderzoeken geweest naar natuurlijk. Hè, de de, de, de Leu, die in de hoe zit of uh, in de ziekenhoes link. Die kan je de leeuwste plaats van dat is de sprake van je ja. Dus door de Goda, met die leu platen kan je. Want dan met veel ze ziek op gemaakt, kan ze beter zingen wat je mankeert. En uh, krijg je veel meer gedaan van die leu. Dat is gewoon zo. Ik kan natuurlijk voornamelijk oude Riesen spreken. Maar ik weet dat uh, in Rieschen de ondernemers onderling nog wel veel je het, of in ieder geval plat krijgen. Uh, dat weet ik omdat ik zelf ook ondernemer zie uh, en dan regelmatig met ik contact kom. En ik verneem dat, dat ik met plat meer gedaan kreeg. Dat dat veel, ja, veel leuk plezieriger klinkt en dat dat veel meer een dure lust zeg maar. Uh, natuurlijk niet met iedereen, dat dit van buiten Riesen komt, ja, is dat vooral lastig of dit ik bedoel eigenlijk van leuk van boeten het uh, platte gebied komt is het natuurlijk lastiger en niet iedereen heeft er een gewoon hoge petten van op maar in ieder geval is de situatie in Riesen een ben te vergelijken met wat als het bijvoorbeeld in Maastricht zo heet uh, Maastricht ligt in Limburg voor onze niet metlusteders. metlusterders uh, Maastricht ligt helemaal onderin uh, Limburg uh, is het herten van Limburg zo'n de hoofdstad van Limburg een grote stad en de dagelijkse omgangsspraak is door Maastrichts. Geen Limburgs, Maastrichts. Als je de moet je Maastrichts kunnen. En uh, ja, dat kan omdat dat dikker dat maken omdat ze zo'n krachtige uh, status hebt in die strekken. Nou, en ik denk al oh, uh, met de twijfelen, dat loopt een beetje vuur op met uh, technologie en dat soort dingen. Maar je kunt veel meer met een op tafel houden, hè, als je wat weet. Uh, ja, begint maar gewoon een beetje plat te uh, Is helemaal niet slim, uh, want uiteindelijk gaat er een bepaalde uh, handel door te school. Maar goed, in Rissen is dat dus redelijk normaal nog, um, uh, handel in platte drijf. Uh, ik heb ook al eens na een de dag over, uh, hoe zit dat nu met, uh, met onze partnerstijl? Hier in, in Europa zit overal partnerstijl op bericht. Riesen werkt daar toevallig. En Riesen in uh, week, tovallig, uh, holden, is dat met uh, Steinfurt-Borkenhorst. Nou, dat ligt in, uh, in Westfalen. In Westfalen is het plaat nog veel meer verdwenen als in Nederland. Maar ik denk het toch uh, wel. Ze hebt regelmatig uitwisseling. De brandweerkorpsen, de hè. Yeah, die komt er regelmatig bij elkaar. Heel veel koren doet wel eens samen muziek maken. En het schijnt dat er regelmatig nog als een delegatie, van hierheen koop en van hier daarheen. En dan zou ik toch wel eens een keer benieuwd weer of dat ook in plat kan. Of dat nog leu zit in Steinfurt, he, stemmet zegt ze zelf. Dat is een mooie plat naam. Of dat niet in plat kan. Want ons, he, ons dialect, onze sprake, onze Rietse sprake, Keup eigenlijk of heeft heel veel Meunsterse kenmerken. dan kun je lang je in, maar uh, gewoon niet doen, want dat gaat deze keer niet door. Denk je nou van hè, ik had toch wel graag eens een keer wat meer sassies op het werk, dan zit er niks anders op, dan moet je eens een keer ourowes uh, schaamte hebben en dan moet je dat gewoon eens doen. En dan moet je daar eens werk van maken dat dat, dat gewoon normaal wordt. Want dat is, dat kunt je voor bij het volgende punt nog weer terug. Hebben. Want het volgende punt is, hoe kunnen we nou sassies weer hip en hot? vroeg lopen? Nou. Dat is een hele vraag, mooie vraag waar iedereen het antwoord op, op wie weten. Want uh, spraken las ik niet sturen. En als nog toevallig blik dat plat geen waarde heeft, Ja, dan geeft het gewoon heen en gaan Hoe zeker in een pragmatische omgeving als Nederland. Gevul met een spraak is ook niet. Als we uh, geen in het Hollands, dan gaan we gewoon over in het Hollands. Ja, sassies hip en hot. Nou, dan vraag ik me af moet het hip en hot worden? Uh, ik ken zo'n nummer van, uh, van de Tower of Power. What's hip today might become passé. Dus, alles wat vandaag hip is, dat wordt een keer oncool. Dus belangrijker nog dan dat het hip en hot is, is het volgens mij dat het normaal is. Dat het gewoon dagelijkse ummegangsproken is en dat het er niet te dikke baan op ligt. De vraag is dus: hoe creëert Sassy's normaal? Nou, en dat heeft. Met een heel beeld uh, mindset te maken. Uh, en ja, dat begint denk ik in toes. Uh, kriet van hoe toes met. Kijk, uh, van mijn dat zit datigers. Die heb nog allemaal, begint net allemaal met, met jong <laughs> Die kringt allemaal kinder. Uh, maar als je van toes aan geen plat met kringt. dan vind je dat ook niet normaal om dat met oerwichten te kruien. Dus uh, zo hernegaal krijg je een sneeuwbaleffect. Uh, en wordt het steeds slimmer wat het steeds lastiger om echt bewust die keuze te maken? Een platte kun je zekerheid zelf ook aan die goed keurt, Ja, dus uh, het begint gewoon in toes en eigenlijk ligt die scoot bij uh, onze ogen. Uh, ja, het is natuurlijk hard om dat soort te zingen, maar zij hebben de vure keuze om ons geen plat leren. Ik heb toen net al verteld, ik, zei, ik heb ook geen platte leerd, maar ik zie nou zo iemand die stekt zelf weer. Ik heb nog een aantal broers en zusters die kun je geen plat. Keuze ze we ze doen. Ja, dus het begint in toes, bij de opvoeding. En de bewuste keuze om dat te doen. En dan moet je niet over nadenken, dat moet je gewoon, gewoon doen. Ja, onze oren hebben gewoon het beste met ons vuur gehad, natuurlijk. Um, ze willen nogal banen krijgen, ze willen daar serieus worden in Nederland. Maar goed, je kan je wel vragen hoe serieus zij worden als je een zwaar accent hebt. Dus uh, in plaats van het voet te steken, ook zorgen dat leu die sprake normaal gaat vinden. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je het zo vaker mogelijk laten huren, Zodat leu er geen twee keer over nadenkt. zodra je in Oost-Nederland komt, ja, dan kan je de leu gewoon alles. Simpel zat. Dus, uh, ja, hoe bereik je dat nou? Dat iets wat uh, in de reclamewereld meer exposure wordt genoemd. Dus gewoon duur blootstelling. Hoe vaker hij het hoort, hoe normaler hij het vindt. Ik heb dat volgens mij al wat vaker gezegd. Uh, daar is heel veel onderzoek naar dat dan, uh, hoe vaker het leugen iets zet, hoe positiever ze het trouwens gaan denken. De grote M langs de weg, die grote, die grote Amerikaanse keten, hoe uh, je uh, ongezondheid kunt halen. Wie weet allemaal dat het ongezond is, wie vindt het niet allemaal bijzonder lekker, uh, maar wie laten ons toch iedere keer weer verlijden om dat te kopen. Uh, of in ieder geval wie vindt het maar lekker vuur neer zijn honger en uh, na een zet dan heel drafie speed van nou heb de gel, maar toch dood iedere keer. hoe koopt dat nou? omdat hij leu heel geraffineerd aan reclame heeft in een stuk. het is ongezond hè? dus wat heeft dat nou met topsport te maken? maar toch sponsort de grote M iedere keer allerlei grote uh, evenementen, allerlei grote sportevenementen, omdat hij heel veel leu nou kijkt en dus steeds bij die leu onder aandacht blijft. En ze hoort helemaal geen reclame uh, teksten te maken, maar alleen al door dat logootje iedere keer in beeld te brengen. Ja, blijft dat uh, onderhoeds zeg maar, bij ons in de gedachten. En ze gaat audaceerd naar de tijd. En je van, goh, ik heb toch wel wat aan het zinnen. Ga zo eens naar, uh, hè? naar de grote M gaan. Ja, waarom niet? Uh, en ik denk dat de wie van beïnvloeden, dat we dat ook met plat uh, uh, meer zo'n moeten doen zijn munt gewoon vaker laten horen in het dagelijkse leven. Hoe vaker hij teleur onder de brengt, hoe normaler als het begint te vinden. Je uh, kunt het wat voetstekken en uh, proberen zo uh, min mogelijk te laten horen, maar uh, je ja, moet teleur wat vaker onder de neus drukken. En uh, dat begint bij jezelf. Hoe, uh, ja, hoe drukker je er zelf voor maakt, wie, wie zit aan een heel einde komen, hè, plat is al. Uh, uh, accepteert als sprake in Nederland. Dat is dan, is natuurlijk symbolisch, daar kun je neerslachtig houden, dan dat het niet veel vuur steelt, maar het geeft wel een bepaalde uh, statuur, een bepaald aanzien. Ja, daardoor, daardoor, toch wel iets meer met de beste vroet lopen. En het wordt ook vaker in de in de reclames, hey, ikke de Wolfram, is het niet al hip en hot? Is het niet al zo hip en hot mogelijk als het kan weer? Ik heb volgens mij was vaker het uh, vuurbeeld aanhaald van Wales, uh, het Cummers. In, in, in Wales, he, het, het hart eigenlijk van de Engelse spraken. Engeland, uh, Groot-Brittannië, de Verenigde Koninkrijk. de gaan ze juist gaan ze met hun inheemse spraken. Dus terwijl wij ons allemaal uh, aan elkaar hebben om zo Engels mogelijk te doen. Gaat de Engelsen zelf over op hun Engelse spraken. Het Welsh, het Cornish is zelfs al weer uh, in de benen hulp. Dat, dat was heel lang sterven, maar hier uh, zitten er alweer 200 sprekers van. Uh, je gelooft het niet, maar hij uh, met betten dat wil kijk en die leu die heeft een hele sterke wil en die stelt me qua gewoon een doel van wie gaat dat terecht te maken? En uh, als de spraak wil is, dan kun je dat ook terecht. Te. Kijk ook maar eens naar het Hebreeuws. het Hebreeuws. Uh, natuurlijk de spraken van de Bijbel en van, van de Joden, die spraken hebben. Uh, misschien wat meer dan duizend jaar uh, door was. Dat er gewoon geen sprekers meer van waren. Toen is Israël opgericht. En ja, wat voor spraken ga je dan nou invoeren? Moet dat Amerikaans zijn? Nee, elk niet. Er is maar één ding, wat een echt Juts maakt, en dat is Hebreuws. Dus, sinds die tijd is het Hebreuws wie tot leun erwekkt. En nou zit er gewoon miljoenen sprekers van het Hebraeus. Dus het kan wel. Als maar weet. En daar zit hem, denk ik, in. Dus wie moeten er gewoon vaker achteraan, wie moet gewoon veel meer met de voeten op de tafel houden. En uh, dat probeer ik dus ook te doen. Door iedere dag met wereldspraken uh, die spraken onder neuzen te drukken. En te zeggen: van Kijk eens, wie zit er nog? Wie uh, verniet iedere dag? Wie doet iedere dag nieuwe dingen? En uh, het is een sprake om helemaal niet voor de schaam, om groots op te wezen, uh, internationaal gebruikt kan worden. Het is een sprake die uh, een lange geschiedenis heeft. Het is geen oorlogsproke, want uh, uh, ik kan je zo'n nieuwe wetsplaat als maar kan. Maar ja, het is gewoon veel breder dan, uh, dan wat u op de scholen leert. wordt. De sprake krabbelt al heen en gaat uit het dal dat het dat het steeds beter ou begint te denken. Uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. We hadden net al meer exposure. Oh, de gewone blootstelling duurt het steeds vaker te laten horen uh, wanneer er ook aan en gaan ze dat ook normaal vinden. He, uh, ik kan in eerste SMO nooit plat, maar nooit En Ik heb een keer melken in het Holland naar de lokale bank gedaan. melken heb teruggekregen. Hey, maar die geen plaats gekregen. Dus uh, hoe vaker hij doodt, hoe normaler het er lucht te uh, en dat moet je niet opdringerig doen. Kijk, het lukt gewoon echt niet verstand. Ja, dan kan je wel één zijn en een op, uh, opdringen. Ja. Maar kijk. En dan, dan wijk ik het natuurlijk rechts. en krijg ik leuder. Een hekelaar, uh, Wat ik ook wel eens horen, is dat leuzing: Ja, als ik hellig zie, dan kan je plant met de wichter. Ja. Nee. Uh, dan heeft hij wachten er dus altijd een idee bij dat het slecht is. Het hangt gewoon helemaal van onszelf af, van de spreker zelf hoe het met hem gaat. Kijk, uh, ben je alleen maar onbenullig in de spraken, of uh, laat hij ook zien dat uh, die spraken op allerlei wijzen, op allerlei facetten van het leon uh, token passen. Uh, ik denk dat we er veel meer bewust van me worden dat iedere spreker een oodhangbruid is van de spraken. Dat is wat een mooi um uh, ...in elk. Ik denk dat ik kan voort nog maar een gado. Iedere spreker is een uithangbred van onze spraken. Hij zit een reclamepoer van onze spraken. Dus uh, als hij alleen maar onbenullig loopt uh, met die spraken... ...en één wie gaat ...ja, dan uh, geeft hij daarmee een beeld af... ...van wat die spraken is. En als hij alleen maar onbenullig kan kijken... ...ja, dan gaan die sprake ook onbenullig vinden. Wie zat nog eens een keer... Te eten uh, in een restaurant. En er zaten er teufelke neus ons. En die hadden gasten. resten Ja, uh, jullie praten hier Twins, hè? Ja, wie, wie kan je het hier twens? Dat klopt. En uh, nou, hoe heet het daar? Ja, roep op Moos. Nou, wat wil dat zeggen dan? Ja, rupsen op de boerenkool. Ja, wat heeft, wat heeft iemand nog aan, aan zo'n uitspraken? Helemaal niks. En dan laat hij dus ook zien dat die spraken uh, totaal niet relevant is voor je dagelijkse leven. Dat dat uh, ook voor uzelf helemaal niet belangrijk is. Maar goed, dat is het in Nederland. Uh, alles moet bij ons nuttig zijn en pragmatisch. Dus elk zou die sprake gewoon nuttig moeten maken. Uh, informatie in het plat. Ik heb er wel vaker over gehad, maar dat is ook weer een andere, andere podcast. het plat op school, om moet dat eruit zien? Nou, ik uh, had een lesken ouder plat geven, Maar ik had ook bijvoorbeeld stelselmatig. De geschiedenislessen niet plat doen, want de informatie verandert niet. Info, de informatie blijft hetzelfde, het wordt alleen in een andere spraak gedaan. Dus, uh, maar dat denk ik ook wel eens een keer uh, een discussie met iemand gehad. Die zei van: Ja, uh, op school is zo als het zo druk en uh, uh, moet er dan ook nog plat doen? Ja, natuurlijk, nou, uh, wat je in het Hollands vertelt, kun je ook in het plat vertellen. Ik bedoel, we zitten nu allemaal heel stoer aan door met uh, tweetalige onderwijs in Engels en Nederlands. En dan kun je je afvragen hoe goed dat iedereen in Engels kan, maar wie weet dat toch wat geen. Dus of het keurkelijk Engels is, dat maken we ons niet, uit, maar het is wel Engels. Nou, heel knap jongens, daar leer je echt wat van. Je kunt je in je engels spraak veel rieker uitdrukken. Je hebt een veel bredere uh, spraakpalet, veel bredere registers, dan wat je in een andere spraken ooit zou hebben. Dus, tenzij jij er echt dagelijks studie van maakt en daar werk van maakt. Maar uh, dat zal voor de meeste leunen niet opgaan. Dus, hoe kun je Sassi's hip en hot? Ik denk, het duurt gewoon dagelijks te doen. En moet het hip en hot werken? Dat moet je wel vragen. Het moet normaal worden. En, of die vragen er eigenlijk vanuit dat sassisch niet hip en hot is. Uh, Wie zit vaker heel negatief over onze ene sprake. En dan zit hij een beetje in een negatieve spiraal. En dan, hè oh wat geeft toch slecht met onze spraken? Waarom zou uh, een jong of een, he, een jonge vrouw uh, een sprake gaan leren die toch slecht met geet Dan gaan we een sprake leren waar je dus eigenlijk niks aan hebt. Maar je nou zegt van die sprake, goep op, die sprake krijgt gangs. Die spraken dat wordt dan niet wel gesproken. Dan weer bij je. Eh. Uh, dat geeft een bepaalde statuur. En ja, volgens mij is het wel duur. Ik heb een mooie verluld. Ik denk dat de belangrijkste, uh, de belangrijkste, gedachte eigenlijk, god, ik lig er wat naar door mee. De belangrijkste gedachte voor van vandaag is denk ik dat iedere spreker, iedere ikke, we ziet allemaal een oedhangbrut van onze spraken. Dus ermee doet... Uh, als je hier weer dat plaat blijft. Dan zou je daar go goeie reclame, go zie je met mijn maag. Dat moet niet iets zijn wat alleen maar olleur leu doet, maar dat moet ook iets zijn wat jonge maag doet. En moet is iedereen op zijn eenen iets met bezig kan mee. Uh, maar dat mag je een beetje uh, normaal. Leu, dank voor het lusten. hij aanmerkingen, hij zelf nog vragen, hij ideeën moet de volgende podcast houden, kan gewoon. Uh, ik hoor het geen, hoeft niet per se oude sprake te gaan. Laat dat opstel. Uh, ik wil ook wel eens een keer, weet ik wat, oude, oude sport. Of als je een ander filosofisch onderwerp hebt. Uh, hartstikke mooi om daar ook eens een keer oude na ding. Maar Want die zo'n ding, dat ik uh, alleen maar hier al kan kijken. Maar dat valt nog maar met. Um, ja, zorg dat het plaat nuttig is. Daar wil ik op je Le Lord laat het ook